De Packers dus 1, die zijn vanaf Oranje-Nassewoort, aan de andere kant van de Rijn, zijn ze de Rijn overgestoken met de bootjes. Een plusminus 150 mensen, ook een aantal burgers. Zijn ze hier aankomen lopen, een beetje waar wij nu staan. En zo zijn ze hier naar boven de dijk gegaan. Dan zijn ze op transport gezet naar het hospitaal in Valburg. Dus dat is eigenlijk de reden om toch iets zichtbaars te krijgen voor die operatie. Want vooral het gebrek aan die zichtbaarheid was Wim Florissen een doorn in het oog. Zomers komen hier de bussen langs van die Battlefield Tours. Die kwamen dan van de dijk aflopen en dan stonden ze hier. En dan krijgen ze van de gids het verhaaltje, maar er staat niks. Dus ja, eigenlijk van jongs af aan had ik zoiets van, ja, dat moet toch een keer kunnen. Dus nou gewoon de stoute schoenen aangedaan, richting K3 en KWS gegaan. En die hebben het mogelijk gemaakt, want zonder zulke bedrijven kan je zulke dingen ook niet doen. K3 Delta is hier in de Uiterwaarden bezig met de winning van belangrijke grondstoffen voor de bouw. Doordat het bedrijf streeft naar een evenwicht tussen ecologische en maatschappelijke belangen, kwam bij hen het verzoek binnen voor dit gedenkteken. Ik werd vanuit de omgeving benaderd voor een mooi monument op deze locatie. En dat zijn maatschappelijke dingen die we graag ondersteunen. Die we leuk vinden om een bijdrage in te doen. En dat hebben we opgepakt. En zodoende staan we vandaag hier en openen we dit mooie monument. Ja. Het gedenkteken is uiteraard een Pegasus, het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie. Het is een ontwerp van Lotte Pronk, die een smederij bezit in Andelst. Ja, ik ben met een schets begonnen, dus toen ben ik een beetje erin gaan duiken van wat is nou operatie Pegasus. Ja, hoe zie je nou echt van, dat hoort daarbij. Nou ja, een Pegasus. Dus vandaar dat ontwerp geworden is. Die heb ik bij Wim voorgelegd en die heeft het bij de andere partijen neergelegd van, wat vinden jullie ervan? Uiteindelijk was dat goedgekeurd. En uiteindelijk staat jouw ontwerp dan ineens als monument langs de dijk. Ja, bijzonder. Heel bijzonder. Je hebt toch meegewerkt aan iets wat voor sommige mensen een heel belangrijk punt kan gaan worden. Vanwege opa die in de oorlog meegevochten heeft. En dat zij dan nu ook een punt hebben van dat er aandacht aan besteed wordt.